Goed, hè, dat vind je dat. Wel voorbaar allemaal. Bij les 4 alweer van Mechanica 1. Het is vandaag een beetje een vol les, omdat we twee hoorcolleges in één gaan doen. Omdat hoorcolleges van volgende week uitvallen door Pinksteren. Het houdt niet op met vrijdagen. Dus volgende week zullen we Pinksteren kan ze heel goed. Dus ik doe twee hoorcolleges in één. Maakt niet zo heel veel uit, want ze gaan allebei over hetzelfde thema. Het gaat gewoon in iets groter tempo doorheen dan dat we normaal zouden doen. Maar we gaan het namelijk over een nieuwe spanning hebben, over schuifspanning. We hebben de afgelopen weken hebben het over normaal spanning gehad. En we gaan het nu eens hebben over schuifspanning. En kijken wat voor de wonderen wereld daarachter gaat schuiven. Wil je hiermee door, dan zijn er ook twee sets huiswerkopgaven waar je in kan duiken. Deze week zijn ze tot de gemiddelde schuifspanning. Wat het verschil is, ga je straks aan me horen. Duik daar vooral hoofdstuk 1 tot 5 van het Sectorinboek in. En het uitzicht van volgende week in zit vooral de werkelijke schuifspanning. En dat is hoofdstuk 7, 1 tot 7, 4. Ga daar lekker mee aan de slag. Maar voordat we naar de schuifspanning gaan kijken, heel kort om onze hersenen een beetje op te frissen. Hoe ging het ook alweer? We hebben een hele lange, hele warme vakantie achter de rug. Ik ook. Ik ben het ook helemaal kwijt. Ik heb het idee dat ik een hele zomervakantie weg ben geweest. Is niet zo. Maar voor de vakantie, noem ik het dan maar even, hebben we gereden met normaal spanningen. Normaal spanningen als gevolg van normale kracht. En ook aan. En normaal spanning als gevolg van buiten moment. En dat was min mi gedeeld door iii. En de normaal spanning als gevolg van normale kracht. Die was over de hele doorsnede gelijk. Ik speelde eigenlijk de normale kracht. Heel netjes uit over het oppervlak. Maar de buikspanning die had een verloop. Zat aan de ene kant van de doorsnede trekspanning. Zit aan de onderkant terug en andersom. En de snijlijn met de x-as, met de nullijn, noemen we de neutrale lijn. En dat is ook de plek waar je het zwaartepunt van de doorsnede zal aantreffen. Dat zwaartepunt konden we ook berekenen. Door de eind met het streepje te bepalen. Met het oppervlak smaal de ringel-eind is, als onze liefdoms-eind, gedeeld door de som van de oppervlakte spoor. En hadden we die, dan konden we uiteindelijk ook het traagheidsmoment bepalen. En het traagheidsmoment bestond uit een ijstraagheidsmoment, de fameuze 1/12 pH tot de derde. Met daarbij toegevoegd de Steiner. En de Steiner gebruikten we alleen als het een samengesteld profiel was, waarbij de oppervlaktes van de delen niet samenvallen met het oppervlak van het geheel. Dat is snel waar alles wat we in de eerste drie weken gedaan hebben. Valt best wel mee, zo ziet. Tijd om vooruit te gaan kijken. En het gaan hebben over schuifspanning. En schuifspanning is een beetje een lastige spanning. Want bij buikspanning, als ik dit doe, dan zie je wel een beetje wat er gebeurt. Als ik aan trek, dan kan je iets meer voorstellen. Maar bij schuifspanning is dat heel lastig. Want schuifspanning laat zich niet zo beeldend maken. Maar ik ga toch een poging doen. En het begint eigenlijk wederom met dit schuimrubber balkje. En als ik die schuimrubber balk doorbuig, nou, dan zien we allemaal, er gebeurt niet heel veel spannends. Toch? Nee. Maar ik heb nu ditzelfde balkje in tweeën gezaagd. Ik heb ook een creatieve middag gehad. En als ik deze ga doorbuigen, en dan is dat heel lastig om zichtbaar te maken. Dus ik versterk het een beetje. Wat spant ons dan op? Ja, we krijgen een lengteverschil. Dus als ik twee losse planken op elkaar leg en die laat doorbuigen, dan zou je aan de uiteinde zien dat er lengteverschil optreedt tussen die planken. En wat wil nou het geval als ik die twee dingen ook weer aan elkaar lijm? Ik ben echt helemaal losgegaan van het weekend. Dan is dat lengteverschil er dus niet meer. Dat is gek. En dat betekent dus dat er in die constructie, in zo'n lijmverbinding of in een constructie aan zich, een kracht moet zitten die ervoor zorgt dat die twee helften op elkaar blijven zitten. Nou, laat dat nou de schuifkracht zijn. En als we die uitsmeren over de lengte van de constructie, noemen we dat schuifstroom. En dat is de sleutel tot het begrijpen van schuifspanning. Want dat is dus hetgeen wat de constructie bij elkaar houdt. Als er dan vervolgens die schuifstroom heel netjes uitsmeren over de breedte van onze constructie, van onze doorsneden, dan
komen we uit bij wat we noemen de gemiddelde schuifspanning in onze constructie. En dat is dus uiteindelijk hetgeen de spanning die ontstaat waarbij twee helften van de constructie eigenlijk van elkaar af willen bewegen, af willen schuiven. Als we die willen berekenen, is het relatief eenvoudig en relatief herkenbaar met hoe we begonnen zijn bij de maatspanning. Namelijk, de gemiddelde schuifspanning is niks meer, niks minder dan de dwarskracht gedeeld door het oppervlak. Dus we pakken de dwarskracht en die smeren we heel netjes gelijkmatig uit over het oppervlak. En daarmee vinden we de gemiddelde schuifspanning. We zullen straks zien dat de werkelijke schuifspanning iets anders in elkaar zit. Maar zeker voor kleine doorsnedes, kleine oppervlakjes, is dit een relatief goede manier om snel en makkelijk tot schuifspanning te komen. Wie weet hoe dat figuurtje heet, het symbooltje heet voor schuifspanning. Normaal spanning noemden we sigma. Tau. Oh, ja. Tau. Tau. Ja. Het is zeker niet Chinees. Het is zeker beter Grieks. Maar je komt ongetwijfeld in Chinees tegen. Maar het is de tau. Ik weet eigenlijk niet of het tau is of tau is. Nee, voor mij tau. Ik ben helemaal afgeleid. Nou, door het feit dat iemand over Chinees, China begonnen, is het tau met een ai. En met de o is het wel Chinees. Ja. Maar het is de tau. En de eenheid is ook wederom weer megapascal, dus weer newton per vierkante millimeter. Maar zo kan je dus ook in één oogopslag zien of we te maken hebben met schuifspanning of met normaal spanning. Schuifspanning is tau, normaal spanning is sigma. Jullie lievelings, een spanningsblokje. Hoe ziet dat verschil tussen normaal spanning en schuifspanning er dan uit als we naar zo'n spanningsblokje kijken? Nou, we hadden al gezien dat die normaal spanning, wij zien, altijd werkt in de langste richting van de constructie. Dus over de horizontale as van het spanningsproject. De schuifspanning ziet er zo uit. En die werkt dus eigenlijk aan alle randen van de constructie. Want aan alle randen van de constructie zit weer iets anders vast. En dat wil van elkaar afschuiven. En je ziet, ze komen in paardjesvorm. Want ook hier geldt, net als bij statica, horizontaal, verticaal, alles is in evenwicht. Dus zit er bovenin een schuifspanning naar links, zit er onderin een schuifspanning naar rechts. Zit er links een schuifspanning omhoog, zit er rechts een schuifspanning omlaag. Dat allemaal dezelfde waarden. Alleen eens is negatief, de andere is positief. Alles dezelfde waarde. Dus ook dit is hoe een positieve schuifspanning eruit ziet. Een negatieve schuifspanning is dom. Dat doe ik straks nog even. Hij denkt terug, ga ik toch weer een pennetje aanzetten. Denk terug aan statica, dan hadden we, als dit toevallig was, zo, positieve richtingen voor M, N en V. En deze dwarskracht veroorzaakt die schuifspan. Dus die rechte pijl, dat is eigenlijk dezelfde richting als de dwarskracht. Alle drie. Andere pijlen volgen als andere. Maar om nul te kunnen krijgen, moet de ene negatief zijn en de andere positief toch? Ja, dan is het pas op even. Sectie zou je kunnen zeggen dat dit plus is en dit min. Maar omdat het allemaal één en dezelfde spanning is, is het allemaal dezelfde waarde. Is het allemaal positief. Of anders. Dus deze spanning is die spanning, is die spanning, is die spanning. Allemaal dezelfde spanning, heeft allemaal dezelfde waarde, allemaal dezelfde positieve of negatieve richting. Overigens sowieso, positieve en negatieve schuifspanning is iets minder interessant dan dat bij normaal spanning is, omdat de effecten wat minder groot zijn. Of een constructie oplast op positieve of negatieve schuifspanning maakt voor die constructie niet zoveel uit. Of je positieve of negatieve normaal kracht hebt, is dat wel deze. Yes. Precies wat dit blokje moet voorstellen. Is het een doorsnede van een bal? En dit is weer het spanningsblokje. Dus dat ik hier zo een heel klein blokje uitpak. Het spanningsverloop op dat blok. En het kleine minuscule vierkantje. Wat we eruit kunnen halen. Een klein voorbeeldje. Om een beetje inzichtelijk te maken hoe dit systeem werkt. Het is een houtverbinding. En die heeft een breedte van 150 mm. Dan komt 150 mm het bord uit.
En we gaan de gemiddelde schuifspanning bepalen in de doorsnede AA. Die zit hierboven. En in BB, die zit daar, die zit daaronder. En het werkje wordt belast op 6 kN. Dus die twee krachten zijn allebei 3 kN. Als we dan eens naar doorsnede AA gaan kijken. Is die? Dan is de touw gemiddeld B gedeeld A. En als we dat dingetje tekenen. Zo. Dus dat is. Dat stukje. Stappen we op. Dan wordt dat stukje. Belast. Met 3 kN. 3 kN op tijd om dat stukje aan te drukken. En het wordt tegengedrukt door een dwarskracht. Van uiteraard ook 3 kN. Maar de kant op. Dus. Dat in één werkt dus nog twee kansen. Exact. Als we hem dan gaan berekenen. Berekenen. Is dat dus een dwarskracht van 3000 newton. Deel door het oppervlak. En dan moet je even zo achterin niet dringen. Yes. Waarom nou die 3 kN dan? Er wordt in totaal met 6 kN aan die T getrokken. Dus per poot eigenlijk wordt het dus 3 kN ja. De andere kant op. Het oppervlak is 100 mm bij 150 mm. En dan is dat 0,2 megapascal. Dat is niet veel. Je zal ook in de komende weken gaan zien dat schuifspanningen over het algemeen lager zijn dan de spanningen die we volgen onder voor een maalspanning. Maalspanning is even hoger dan schuifspanningen. Het heeft er puur mee te maken dat schuifspanning gewoon wat minder groot is. En dus waarom de constructie eerder zal gaan falen als het schuifspanning. Tot zover dat blokje AA. Vragen jullie om een beetje wakker te blijven. Hoe ziet dat dan voor blokje BB eruit? Heel even terug. Uiteraard. En dus als we doorsnede BB pakken, dan draait hij eigenlijk een beetje om. Ja. Wat tekenen. En nou, kijken, hoe laat is het? Waar kan die B van? 4 minuten moet het wel lukken. Nou, ik denk dat iedereen dit sommetje wel heeft kunnen maken in 4 minuten. Laten we het toch even uitschrijven. De touw gemiddeld is V over A. De dwarskracht is gelijk. Maar het oppervlak is nu iets groter. Want 125 mm breed in plaats van 100. En dus moet je ook een kwart kleiner inhouden. En 0,16 mpa over. Dus dat is 4 kleiner. Het is logisch, want het oppervlak is groot. Hoe groot het oppervlak is, hoe kleiner de span. Interessant wordt het als we nu eens uit dit blokje weer zo'n spanningsblokje gaan halen. En dus gaan kijken hoe ziet dit eruit. De loop van deze spanning, als we naar zo'n spanningsblokje kijken, dan weten we één richting. Namelijk de richting van de dwarskracht, die hier zit, die gaat naar links in de onderkant van ons blokje. Dus onze spanning gaat in ieder geval aan de onderkant naar links. Yes. Sorry, maar die 150. Die 125 is de breedte van de doorsnede. De 150. Is de dikte. Dus daar komt 150 mm het bord uit. Oh ja. Weet je dat hij aan de onderkant naar binnen gaat? Daar is doorsnede BB. Ja, omdat de doorsnede BB hier zit. Dus dat is, die snee, die blauwe lijn, is de lijn waarop die wil gaan afschuiven. Ja. En dat is de lijn waarop we naar hebben berekend. Dus daar zit ook onze dwarskracht. En zit je in de onderrand van de constructie? Die andere zit dan toch gewoon naar boven. Hm? Die andere zit dan toch gewoon naar boven. Die andere zit naar boven.
Ja, dat deze. Ja. Pijlen wijzen met de punt al. Dus, als we één richting weten, kunnen we de andere richtingen invullen. In horizontale richting zijn ze tegenovergesteld en ze wijzen altijd naar de hoeken toe. Dus hier staat de hoek 10 en hier staat die naar beneden. Want ze wijzen altijd naar links, onder en rechtsboven. Of andersom. Yes. Moet je die andere aan links en rechts ook bij je tekenen? Ja, altijd. Ja. Schijnspanning bestaat altijd uit 4 componenten. Als we nu eens terug gaan naar die andere. En hier kijken wat er gebeurt als we hier een blokje eruit halen. Ik zal het al even. Die, exact. Dan zien we dat in die onderhand de dwarsstaaf naar rechts gaat. En dus zetten we de pijl naar rechts aan de onderkant. Dat betekent dat hij naar links gaat. In de bovenrand. En de verticale maken we zo dat ze naar de hoeken wijzen. Dus die gaat naar boven. En die gaat naar beneden. Ja. Nou, dat is mooi, hè? Wil je eens verder? En dan eens terug. Word ik heel staan? Ja, zo. Ja, nu eens terug. Zo. Mooi, hè? Ja, ja, alleen het verschil is dat de kracht die naar rechts gaat en de dwarsdag naar links. En hier gaat de dwarsdag naar rechts en de kracht naar links. En het gaat om de richting van de dwarsdag. Dwarsdag bepaalt de richting van de schuifspanning. Tot uit goed, dat is eigenlijk de kern van het verhaal. De schuifspanning volgt altijd de richting van de dwarsdag. De volzaam als de neef. Tot zover gemiddelde schuifspanning. De instapvariant van schuifspanningen. Ik heb op tijdens op internet proberen te vinden van situaties waar constructies zijn gefaald op schuifspanning. Je ziet, het zijn voornamelijk constructies uit bouw. Als we het hebben over beton en als we het hebben over hout. Staal zal niet per definitie snel falen op schuifspanning. Behalve op het moment dat we dat aan elkaar vast gaan maken. Omdat dan, waar hier, deze, een stukje dubbelzijdig tape ervoor zorgt dat die helft aan elkaar blijft zitten. Zorgt in dit geval een last daarvoor. Dus onze lassen moeten sterk genoeg zijn om die schuifspanning te kunnen weerstaan. En dat wil nog wel eens misgaan. Maar het wordt wel interessant als we gaan kijken wat voor werkelijke schuifspanning we nou tegenkomen in constructies. En daarvoor heb ik een willekeurige constructie uit het boek getrokken. Jullie statica hart bloeit hier natuurlijk volop, dat snap ik. Want we hebben een excentriek gevormde verdeelde belasting. We hebben twee momenten, twee krachten erop zitten. En jullie staan te popelen om hier steunbetracties van te gaan bouwen. Dat snap ik. Maar ik trek hier één blokje uit, hier uit het midden van die ballen. En dat blokje ziet er dan als volgt uit. En ik heb er spanningen in getekend. De spanningen die op dat blokje zitten. Vraag aan jullie, wat voor spanningen zien we hier? Ja, we zien hier de normaal spanningen op het blokje. Dus de aan de linkerkant van het blokje en aan de rechterkant van het blokje. Allebei de kanten zien we die spanning terugkomen. En we zien het inwendig buitend moment M en het inwendig buitend moment M plus DM. Want we schrijven een klein stukje op in de constructie. De dikte van het blokje. Dus er komt ook een stukje moment bij. En we schrijven ook nu als momentenlijn een klein stukje op. Dit apparaat is volledig in evenwicht. Want alles is in evenwicht. Dus ook dit is in evenwicht. Maar het wordt pas interessant op het moment dat we hier weer een snede gaan maken. En dus gaan zeggen, wat nou als we alleen maar een stukje van de bovenkant van dit blokje gaan kijken. En dan zien we dus hier het oppervlakje A-accent. Zien we twee spanningen. Spanning op het linkerdeel en spanning op het rechterdeel. En die spanningen zijn niet aan elkaar gelijk. Omdat we een sprongetje hebben gemaakt in onze momentenlijn. Ons moment aan de rechterzijde van het blokje net iets anders is. Dus onze normaalspanning is net iets anders. En dus is hier niet vanzelfsprekend meer sprake van evenwicht. In normaalspanningen is er iets meer spanning naar links. Zal naar rechts.
Dat betekent dus dat we een horizontale kracht, horizontale spanning nodig hebben om dit verhaal in evenwicht te brengen. En kijk, daar is, daar komt onze schuifspanning om de hoek. Kijk, onze schuifspanning is eigenlijk een gevolg van evenwicht in onze doorsnede. Dit kan ik uitzetten in een prachtig mooie integraal. Ik zal hem heel kort op het bord laten zien. En wat hier eigenlijk staat is het horizontaal evenwicht van dit blokje. En dit is de totale kracht van de spanning aan de rechterkant. Dit is de totale kracht van de spanning aan de linkerkant. En dit is de totale kracht van de schuifspanning. Nee, het is sigma accent. Sigma accent zit rechts. En een normale sigma zit links. En hier staat dus eigenlijk de spanning naar links. Min de spanning naar rechts. Min de schuifspanning naar rechts. En dat moet nul zijn, want er is evenwicht. Als je echt een liefhebber en diehard fan bent van dit soort afleidingen, zou ik zeggen, sla je boek open. Volgens mij is het hoofdstuk 7.4. Voor nu hou ik het bij de kern. En als je dit uitingeeft, dan kom je op deze formule uit. En dit is de formule voor de werkelijke schuifspanning. Namelijk V maal Q gedeeld door I maal T. Wat is dat dan allemaal? Ik heb het dan ook eens voor je op een rijtje gezet. Dus nogmaals. Dit is tau in megapascal. En die is gelijk aan de dwarskracht maal Q. En Q noemen we een statisch moment. Wat dat precies is, zal ik straks laten zien. En dat delen we door het traagheidsmoment en de materiaaldikte. Dus dat is in hoeverre de constructie uit je bord komt. Of als we alleen naar de doorsnede kijken, de breedte. Ook nog waar het gaat afschuiven. En als we het hebben over afschuiven, probeer dan altijd dit in je achterhoofd te houden. Het gaat altijd om twee delen van de constructie die van elkaar af willen schuiven. Daar komt ook de naam op zich van. Nou. Deze, dat statische moment zijn we vorige week ook al een keertje tegengekomen. Toen we het zwaartepunt gingen bepalen. En toen was het nog A maal het ringel-eitje. Waarom dat het hier nu gaat om de afstand ten opzichte van het zwaartepunt van het heel, noemen we het eit met een steekje. Maar het principe is wel hetzelfde. En dat kan ik ook laten zien. Met één voorbeeld. Dit voorbeeld is drie blokjes, nou, laten we het uitnoemen, op elkaar gelijk. Dus je zou het kunnen zien als de materiaaldikte. Nou, kijk eens, daar hebben we hem. Dit is de situatie met de dwarskracht, dwarskrachtenlijn. En we willen nu weten hoe groot de schuifspanning is in deze lijnverbinding. Waarom zou ik willen weten wat de schuifspanning in die lijnverbinding is? Waarom zou ik daar een vreedzaam in geïnteresseerd zijn? Dus overschrijdend zie je dat het meeste dit de grootste zijn. Niet per definitie. Waarom zou ik dit willen berekenen? Gewoon puur om praktische redenen. Precies, ja. Zodat ik in ieder geval voor kan zorgen dat de lijn die ik koop om deze verbinding te maken sterk genoeg is om die schuifspanning op te vangen. En ik niet het huisstijl op de keuken breadstick pak. Maar we gaan dus voor deze lijnlaag berekenen. Met andere woorden, we willen een beet op 60 mm van de hoogte. Heel praktisch gezien. En dan gaan we dus in ons hoofd dat bovenste blokje hout laten afschrijven van de rest van de constructie. Dus dat gaat er zo uitzien. Ja? Ja, het is mooi. Het is mooi. Hoe gaat het dan in zijn werk? Nou, laten we beginnen met de formule. De formule is V maal Q gedeeld door I maal T. En die kunnen we stap voor stap gaan in het midden. De zwaartekracht is gegeven. Die is 6,48 kilonewton. Positief. Q
Die weten we nog niet en die moeten we berekenen. En dat is i-accent maal a-accent. Klinkt heel cryptisch, maar is eigenlijk niks meer of minder dan het opplak van het deel wat ik wil laten afschrijven. Het opplak van het doorsnede van het hoogste blokje in dit geval. 60,20 inderdaad. Maal de afstand van het zwaartepunt van dat blokje tot het zwaartepunt van het hele ding. Dus weer de afstand van het deel tot het geheel. En dit is i-accent. Dus in dit geval is dat 60 in mijn hoofd, yes. Maal 120 keer 60. En dan is dat 4,32 maal 10 tot de 5. Dat is ons statisch. Ons traagheidsmoment is een 12e maal de breedte van 120 maal de hoogte van 180. Tot de derde. En dus de traagheidsmoment geldt voor de hele doorsnede altijd en overal. En die is 5,832 maal 10 tot de 7e millimeter tot de 4e. En de top 1 van staat moment is nu bij de 3. En als we dat allemaal samenvoegen voor onze touw, dan is dat 6,48 maal 1 tot de 3 maal Q maal die 4,32 maal 10 tot de 5. Gedeeld door ons traagheidsmoment 5,832. Maal P, maar onze materiaaldikte. En onze materiaaldikte is in dit geval 120 mm. Dat is de breedte waarover we afschrijven. En als we dat uitrekenen, dan komt daar ook een grote spanning uit. Ja, het is waanzinnig. Van 0,40 megapascal. Dus net helemaal niks. Ik weet niet als je het vergelijkt met de buitenplanning die in dit geval zou optreden. Maar let dus goed op, die Q is dus je statisch moment en gaat dus over het oppervlak wat je wil laten afschuiven. Daarbij kan je er zelf voor kiezen welk oppervlak je pakt. Want als je de Q bepaalt voor het onderste blokje en zegt ja, allemaal leuke aardappelen aan de burg. Maar ik vind het veel leuker om die onderkant af te laten schuiven. Dan kom je op hetzelfde statische moment uit. Want het oppervlak is weliswaar 2 keer zo groot. 120 bij 120. Maar de afstand, die i-accent, is 2 keer zo klein. Dus in plaats van 60 is die 30 mm. Dus de waarde is hetzelfde. En dat is ook precies ook de reden waarom het zwaartepunt dichtbij ligt. Want ten opzichte van dit punt is de som van alle statische momenten altijd gelijk aan 0. Dus het is geen waarom het zwaartepunt daar. Dus je mag er zelf op kiezen wat je doet. Maar ik zou zeggen, werk van boven naar beneden. Tenzij het andersom overzichtelijk is. Maar toen vooral lekker aan mijzelf. Zin in, zou ik zeggen. De vraag die je wist dat zou komen. We hebben net 3 blokjes zout gezien. Dit kan natuurlijk altijd extremer naar 5 blokjes zout. Daar zoeken we natuurlijk de randen van mogelijk op. Weet ik ook wel. Wat ik jullie meegeef is een dwarskrachtenlijn van de constructie en de doorsnede. Hij is 120 mm breed en bestaat uit 5 blokjes van 40 mm hoog.
En jullie vraag om de schuifspanning te bepalen in de twee aangegeven lijnverbindingen. Dus op 80 en op 120 mm. En daarvoor geef ik jullie 9 minuten tijd. Goed, tijd zit erop. Wie heeft ze allebei weten te berekenen? Bijna. Bijna. Wat is de conclusie? Wat valt je op? We zaten met die tweede lijn die veel meer zit elkaar. Oké, dat is de integrerende conclusie. Daar komen we dan straks nog terug. Dat is allemaal hetzelfde. Dat zou kunnen. Ja, dus we hebben al meerdere zienswijzen. Dus laten we gewoon eens kijken. Tau 1 is dus PQ gedeeld door IT. We gaan het gewoon eens ontleden en kijken waar we op uit hadden moeten komen. En dat begint met het statische moment. Een statische moment nemen we over het blokje wat er boven zit. En dus is dat 120 bij 80. Dat is het oppervlak. En we zijn uiteraard geïnteresseerd in de afstand van het zwaartepunt van dat deel tot het zwaartepunt van de hele doorsnede. En die afstand is in dit geval 60. En dan komen we op een statisch moment uit van 5,76 maal 10 tot de 5. Het draagijzermoment is het volgende als ik moet berekenen. Het draagijzermoment is voor de hele doorsnede. Waar komt die 80 vandaan? Dat is de hoogte van twee blokjes. Twee blokjes bij elkaar en twee keer kerst is dat de taal van een beetje van een lijstje. Dus dit is het oppervlak van dit blokje. En waarom was het nou weer 60? Omdat de afstand van het zwaartepunt van het blauwe blokje tot het geheel is 60 mm. Het traagresument is 12 maal 120 maal 200. Dus dan heb je de tot de derde. Deze afstand die hij weer de oppervlakte van het blokje En de rest kunnen we zoeken en invullen. De dwarskracht is, hij is hier weg. Maar er stond dit. 4,5. Ik wil even teruggaan. En we pakken uiteraard de grootste dwarskracht. Bij Q1 80 en niet 40. Omdat het oppervlak is van het afschuivende stukje. En dit hele blok gaat afschuiven. Dus die is 80 hoog bij 120 brengt. De traagheidsmens geldt altijd voor de hele doorsnede. Daar maak ik deze beweging bij. En het statische moment is van een stuk. Dat is het stukje. Het hele. Die vullen we in is 5,76 maal 10 tot de vijfde. En dat delen we door het draagheidsmoment. 8 maal 10 tot de zevende. En T, dat is de breedte, en die is 120. En dan kom je uit op een spanning van 0,27. Als we dan naar de tweede lijnlaag kijken, daar is die. Wat verandert het dan in onze formule? De eigenaarslijn. Ja, en de dwarskracht blijft gelijk, draagheidsmoment blijft gelijk,
En de dikte blijft klein. Dus het enige wat afwijkt is Q. De kerst te kijken. En inderdaad, dan ga je zien dat omdat die verticaal symmetrisch op dezelfde plek zit, dat die Q hetzelfde is. Maar laten we voor de gein toch berekenen. Dan is in dit geval het oppervlak 100. Snap dat? Bij 120. Natuurlijk, zo van het opschrijven. 112. Nee, 120 joh. Ja, ik moet hem even gisteren. Ik ga gewoon de logische opschrijven. 120, terwijl 180. Hij is 120, 120. Ja, hallo. Ja, is die? Alleen de afstand is nu kleiner geworden. En is inderdaad 40 geworden. En dan zie je dat dit nog steeds een statiemoment oplevert. 5,76 mm. Exact hetzelfde statiemoment als dat we net vonden. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat we nu 3 balletjes laten afschuiven. En dat is natuurlijk dezelfde verhouding, maar net niet de afschuiven aan de onderkant. Dus de boven- en onderkant van zo'n lijn laat ik zijn hetzelfde inkomen, gaat verticaal spiegelen, mis de borststelling dat natuurlijk toelaat. Dus de spanning is in lijn 8-2 identiek aan de spanning die we vinden in 1. Nou, weer prachtig mooie inzichten. Mits op dezelfde afstand van elkaar zitten wel. In deze lijnlaag zit een andere spanning. Ja? Want daar hebben we een kleiner blokje wat we laten afschuiven ten opzichte van. Maar in de bovenste lijnlaag zit dus evenveel spanning als in de onderste. Maar deze en deze, ja, die zijn inderdaad wel weg. Oké. Ja, exact. Tot nu toe hebben we gekeken naar schuifspanning in de langs richting. Dus die spanning die in langs richting ervoor zorgt dat die plakjes van die constructie aan elkaar blijven zitten. Nu gaan we kijken naar de schuifspanning in de dwarsrichting. Dus in de verticale richting, zo dus in de richting van de doorsnede. Hoe groot is de schuifspanning daar? En wat je dan ziet is dat die spanning identiek is, gelijk is aan de spanning in langs richting. We hadden net al het plaatje met die pijltjes gezien. De spanning die in het verticale vlak zat, is dezelfde spanning als in het verticale vlak. Dus die spanning is net zo groot als de spanning die we vinden in lang. We kunnen dus ook op hetzelfde wijze bepalen. Jij. Achterin. Hallo. Dank je. Dezelfde reepschelden als in het langsvlak en dezelfde formule. En als we dan voor zo'n rechthoekige doorsnede eens gaan kijken naar die spanningsformule, dan kunnen we al een aantal dingen constateren. Die hebben we net ook al gezien. Als we gaan variëren in hoogte van onze doorsnede, dan zien we dat de dwarskracht, het traagheidsmoment en de dikte overal gelijk zijn. Dus waar we ook in die doorsnede gaan staan, overal vinden we dezelfde dwarskracht, hetzelfde traagheidsmoment en dezelfde dikte. Het enige wat verschilt is onze Q. Ons statisch moment verschilt naarmate we lager in de constructie gaan zitten. Dus als we dat voor deze rechthoek eens gaan uitvoeren, dan beginnen we helemaal bovenaan. Bij 0 is natuurlijk onze schuifspanning ook 0, ons statisch moment ook 0, want daar hebben we geen oppervlak, hoeft er niks afgeschoven te worden. Maar als we op een zesde van de hoogte gaan zitten, en die hoogte is 300 mm, dus we gaan op 50 mm zitten. Pennetje. Rond zetten. Dan laten we de bovenste 50 mm afschuiven van de 250 mm die eronder zit. Dan komen we op een statisch moment van 100 bij 50 bij 125. 125 is die afstand, dus de afstand van het zwaartepunt van die kleine vierkantje helemaal bovenin tot het zwaartepunt van het geheel.
Als we een klein stukje afzakken en op een derde van de hoogte gaan kijken, dan vinden we een rechthoekje van 100 bij 100. En de afstand tot het zwaartepunt is in dit geval ook 100 geworden. Het zwaartepunt van het geheel is 150 mm. En het zwaartepunt van dat deel zit op 50 mm. En dan nog één stap gaan. Dat is als we op de helft van de hoogte gaan kijken. Dus allebei de helften van elkaar laten afschrijven. Heel de bovenste helft van heel de onderste helft. Ja. Dan krijgen we een rechthoek van 150 hoogte. En hebben we een afstand van 75. Dat is de helft van die rechthoek die de bovenste. Dan hebben we nu voor die drie hoogtes de statische momenten bepaald. En als we die uitzetten, gewoon voor de gein. En bovenonder is gelijk, dat hebben we net ook al gezien. Wat valt je dan op als je dit ziet? We beginnen het enorm hard op te lijken. Op een parabool. Exact. He, dat verloop is parabolisch. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat die hoogte, die i, zowel in je afstand zit als in je oppervlakking. Ik vermoed ervoor dat je dat er dan als volgt uit. Hij lijkt heel erg op de formule die we net zagen. En als je de maximaal wil bepalen, kan je, dus als je hier de maximale schijfspanning wil weten, de tau max, kan je ook anderhalf keer de tau gemiddeld nemen. Natuurlijk is het misschien toegankelijker om gewoon VQ gedeeld op de te pakken, maar voor rechthoeken kan je hier aardig mee uit de voeten. Dan hoef je alleen maar i in te vullen als variabelen, want h is bekend en b is bekend en v is bekend. Het scheelt weer etteren met traagheidsmomenten en statische momenten. Tot zover rechthoeken. En we hebben in de afgelopen weken ook wel gezien dat rechthoeken heel makkelijk zijn. Maar op het moment dat we daarvan af gaan wijken, dat het dan wat ingewikkelder wordt. Zo ook voor samengestelde profielen. En wil nou het geval dat u dat maar teamingenieur in het hele leven met je armen tot schouders in de samengestelde profielen gaat zitten. Dus gaan we eens kijken hoe nou schijfspanning werkt bij samengestelde profielen. Nou, ik heb hier een prachtig mooie i-balk meegenomen. Die balk is in de bovenflens 500 mm breed, in de onderflens 300 mm breed. Dus hij is boven breder dan dat hij onder is. Dat maakt het niet spiegelsymmetrisch in verticale richting, wel een horizontale richting uiteraard. Maar dezelfde principes blijven gelden. Voor die uiteinde van zo'n profiel geldt dat we daar geen schijfspanning aantreffen. Want ja, we hebben net ook bij die rechthoeken gezien, boven de onderkant zit niks, want ja, je kan niet iets van niks laten afschuiven. Dus aan de randen van zo'n profiel is de schijfspanning gelijk aan 0. Want het statische moment is gelijk aan 0. Want het oppervlak is gelijk aan 0. Dus in dit geval, hier linksonder staat de formule. Valt die in dit geval uit de formule weg. En die maakt de hele uitkomst gelijk aan 0. Dus aan alle randen, daar waar de doorsnede ophoudt, vinden we geen schuifspanning. Als we nou in die horizontale delen gaan kijken, in die flenzen. En gaan kijken naar onze formule. Dan zien we als we van die randen af gaan lopen. Dan zien we dat er steeds meer oppervlak bij komt. En dus als ik die kant op ga lopen. Dan komt er steeds meer oppervlak bij. Die flens die ik meeneem in mijn berekening wordt steeds groter. Maar die afstand van het zwaartepunt van die flens. Tot het zwaartepunt van het geheel. Die blijft gelijk. Want ik blijf op dezelfde hoogte wandelen. Dus die verandert niet. En dat maakt dat de schuifspanning vanuit zo'n rand in horizontale richting lineair toeneemt. Naar het midden toe, in dit geval. En dat geldt zowel hierboven als hier onder. Dus vanuit beide randen kan je in dit geval naar het midden lopen. En er komt steeds meer schuifspanning. Totdat je in het midden bent. En dan gaat langzamerhand die schuifspanning zich erachter. In het verticale deel
hadden we net ook al gezien bij de rechthoeken, is het verloop parabolisch. En dat komt omdat zowel het oppervlak als in die ei van een statisch moment daar verandering in optreedt. Dus het verloop van die scheidspanning is parabolisch. En het grootste scheidspanning wat je vindt, zit ter hoogte van het zwaartepunt. Waarom zit de grootste spanning ter hoogte van het zwaartepunt? Bijna. Nou, Max. Jullie hebben allebei een beetje gelijk. Daar is een statisch moment het grootste. Want het zwaartepunt verdeelt de doorsnede in twee gelijke delen wat betreft statisch moment. Dus het statisch moment boven het zwaartepunt is net zo groot als het statisch moment onder het zwaartepunt. Dus daar is het statisch moment groot. Je kan geen andere plek in de constructie vinden waar het statisch moment groter is dan de hoogte van het zwaartepunt. Dus daar vind je ook de grootste spanning, want je Q is dan het grootst en de rest verandert. Dan hebben we de vorm van onze scheidspanningsverloop hebben we te pakken. We weten dat in de horizontale delen lineair verloopt en in het verticale deel parabolisch. Met een maximum ter hoogte van het zwaartepunt. Ik hoop dat dat daar zit in dit geval. Maar welke kant gaat hij op? En dan wordt het interessant, want we hadden in zo'n spanningblokje al wel gezien dat we met die pijltjes werkten, boven en onder. En verticaal. Maar als we in de doorsnede kijken, dan lijkt het bijna wel alsof we te maken hebben met water wat stroomt. Daarom noemen ze het in het begin ook stroomkracht en stroom. En schuifkracht en schuifstroom. Daar is die. En als we gaan kijken naar de richting van onze spanning, dan zal die in het verticale deel altijd de spanning, zal altijd de schuif, de dwarskracht. Volgen. Dan hebben we te maken met verticale dwarskracht. Gaat de schuifspanning in het verticale deel altijd mee met de dwarskracht. En die dwarskracht gaat in dit geval naar beneden. Dus onze schuifspanning gaat ook mee naar beneden. Dus in het verticale deel van onze constructie gaat onze schuifspanning naar beneden. Want die volgt de dwarskracht. Nou, als die dwarskracht omhoog gaat, gaat onze schuifspanning automatisch ook omhoog. Dat is de simpelste. Dus dat is het vlakpunt als we het verloop van onze schuifspanning gaan bepalen. Welke kant gaat die op? In de horizontale delen gaat die of van de randen naar binnen of vanuit het midden naar buiten toe. En dat heeft te maken met de richting van ons verticale deel. Die spanning die moet ergens vandaan komen. Die komt van de randen. Die spanning die je hier vindt, dus aan de bovenkant gaat die vanuit de randen naar het midden. Die voelt de spanning hier beneden. Hier beneden komt die aan en gaat die naar de randen toe. Zou de dwarskracht andersom zijn, dan gaat dit natuurlijk omhoog. En gaat die hier naar de randen toe en komt die hier van de randen naar binnen toe. Andere woorden, er is continuïteit in de stroomrichting. Loopt altijd met de stroom mee. Wat gebeurt er dan in die overgangen van horizontaal naar verticaal, van verticaal naar horizontaal? Dan zie je, en dit is een uitvergroting van het bovenste T-stukje, dat er van beide kanten spanning aankomt uit die flenzen. Die spanning loopt lineair op, die is in het midden, die is die maximaal. Maar hij komt wel van beide kanten en die gaan allebei. Dat lijf in. Dus je ziet dat de spanning in dat lijf groter zal zijn dan de spanning op de flens. Puur omdat er van twee kanten spanning aan komt, die gaan allebei dat lijf in. We kunnen maar gaan rekenen. En het afschatten hoe zo'n spanning verloopt, dat is één. Uiteindelijk zijn we benieuwd naar de grootste waarden. En de grootste waarde zit natuurlijk ter hoogte van ons zwaartepunt. Maar we zijn ook geïnteresseerd in andere maatgevende waarden. En dat zijn eigenlijk alle hoekjes en overgangen die we tegenkomen in onze constructie. Dus dat zijn de maximale waarden in de flenzen. De maximaal van de hele doorsnede. En de begin- en eindpunten in onze verticale delen. De B5, deze doorsnede.
maatgevende waarde om te gaan bepalen. Laten we ze gewoon eens even afwerken. En beginnen bij de eerste. Ja, pauze in lassen. Okay. Wordt warm, hè? Ja. Heb je dan 5 minuten genoeg? Ja. 5 minuten pauze. Van 3. We zijn er wel allemaal. Opgepakt. We gaan de spanningen berekenen voor onze samengestelde doorsneden. We gaan ze alle 5 doen, maar we beginnen met de eerste. En dat is de schuifspanning bovenin onze plant, het middenuitgemonde plant. De maximale schuifspanning die we vinden in onze bovenplant. We hebben overigens gegeven de dwarskracht, die is 360 kN. De I is ook, of de II is ook al berekend, die is 2,64. En we weten dat de flens een dikte hebben van 14 mm en het lijf een dikte van 21 mm. Goed om er nog even bij te vertellen, moet je dan eens denken, waar haalt ik gek als getallen vandaan? Als we op de locatie die ik heb aangegeven onze planning wil bepalen, dan gaan we afschuiven. Dit stukje van de constructie. Dus we schuiven af een halve flens. Die halve flens heeft een oppervlak van 250 bij 14 en heeft een afstand van 360 mm. Daar komt uit een statisch moment van 1,26 maal 10 tot de 6e millimeters tot de macht 3. Als we dan de spanning gaan invullen, dan is dat 360 maal 10 tot de derde maal 1,26 maal 10 tot de zesde gedeeld door 2,64 maal 10 tot de negende maal 14. En als we dat uitrekenen, komen we uit op spanning van 12. 27 MPa. En dat is dus de maximale schuifspanning die we vinden in onze bovenflat. Waarbij we dus 1,5 flat laten afschuiven van heel de rest van de constructie. Die 360, die van V, toch? Dat is deze afstand. Veel meer eigenlijk. Ja, maar de dwarskracht is ook een factor 100 bijna, maar hoe schuift je dan zo? Ja, pak de ene ding vast en die schuift dan al. Ja, hoe schuift dit af? Kan ik dat enigszins beeldend maken? Hij schuift in die richting af, dus dan gaat het zo. Snap je knop? Dit is de plans, dit is die halve plans, dit is de rest van de constructie. Dat gaat in deze wijze. Mooi, hè? Straks gaan we de plans laten afschuiven, dan hebben we dit. Dat gaat altijd in deze beweging, het gaat nooit echt zo. Tenzij de dwarskracht horizontaal gaat werken. En ze schuift altijd zo. Nou. Maar het is ook absoluut niet dit. Ik zou zeggen, dit is niet erg als je dan beeld het niet helemaal kan. In kan beelden. Ben jij een berekening aan? Maar ja, de schuifspanning. Als je weet wat je aan het berekenen bent, is het verhaal. Oké. Je berekent dus de spanning tussen de halve plans en de rest van de constructie. En die gaan van elkaar afschrijven door die uitspanning.
met deze spanning. Nou, volgens mij gaan we, misschien komt het nog. Laten we het inhouden. De volgende maatgevende spanning is touw 2. En touw 2 zit hier boven in het lijf. En wat we daar dus laten afschuiven van de rest van de constructie is de hele bovenfles. De hele bovenfles laten we afschuiven van de rest van de constructie. En als we daar dus de Q van gaan bepalen, is dat het oppervlak van 514. En die afstand is nog steeds 360. Daar heb ik geen tussenantwoord van praten. 3,5 tot 1 tot 6. Dit is de hele fles. Dat is natuurlijk het dubbele van de Q die we net hadden bepaald. Net al de half fles, de hele fles, dus hier is het dubbele. En als we touw 2 dan gaan bepalen, dan is dat weer 360 maal 10 tot de derde. Maal 2,52 maal 10 tot de zesde. Het traagheidsmoment is nog steeds hetzelfde. 9. Maar welke dikte vul ik in? Dikte lijn. Bij je hoofd en bij je lijn. Ja. Dus je pakt hier de dikte van het lijf, omdat de flens over de aansluiting van het lijf afschuift. Dus je schuift af over de dikte van het lijf. Waarom dan net al de dikte van de flens? Omdat de flens afschuift van de rest van de constructie. En die halve flens zit vast aan de flens. Aan de flens. Oh. En dus dan gaat het om de dikte van de flens. En dan? Bij Q. Ja. Maal 360 mm voor de hoogte. Want dat is natuurlijk afstand van het lijf, deels gemiddeld het lijf. Maar zou je dan ook niet nog die halve van de dikte van de. Ja, ik corrigeerde voor de dikte van het lijf bedoel je. Van de flex. Ja, mag, maar je mag hem voor het gemak voor nu zo aanhouden. 60,36. Dat klopt. Dat heb ik hier ook allemaal op een piekje staan. Oh. Moet ik het wel getoog schrijven. 16,46. Nee, dat was kapot. Dus dit is de D van het lijf. Want we schrijven af over de dikte van het lijf. Je schrijft het al zo aan. Ja, dus als dit het lijf is, en dit het plans. Oh, de langsrichting. De beweging is in de langsrichting. Yeah. En de spanning die werkt in de langsrichting en in de dwarsrichting. En die halfplens is wat dan zo. Ja, dan daar. Zie je, ik zou het dan eens uitkomen. Hoe schuift je halfplens? Die halfplens schuift zo. Eigenlijk alles schuift zo van elkaar af. In langsrichting. Oh, wat? Als je ook naar die plaatjes kijkt van de het falen door schuifspanning, dan zie je dat het altijd in een hoek, in ieder geval in een langsrichting in de beweging is. En dat is omdat die schuifspanning vooral een langsrichting dingen kapot maakt. Nou, dan zijn we er bijna. De grootste spanning gaan we nu berekenen, dat is touw 3. Wat kwam er uit dat touw 2? 16,36. Dus die is dan een stukje groter, ter logisch, want het schuift meer af. Voor touw 3 hebben we natuurlijk ook weer een Q3. En die Q3 is. De flens, zoals we die al hadden gevonden. Plus. Het stukje lijf wat boven het zwaartepunt zit. En dat is 360 keer 21 keer 180. En dat is. Komt er 50 vandaan? Dit is de plans. Dus dit
is de flens. En dit is het lijf. En het lijf is dan dit stukje. En de flens is. Maar je pakt dan een halve. Snap je die vraag? Oké. Okay. Snap je nu wel? Maar snap ik het wel. Wat was die 180? Dat is de afstand van het zwaartepunt deel tot het geheel. Dus dat is die afstand. Ik geef je zelfs 0,8 ontstaan. Ik wil dat altijd. Dat is een stel deel. Een klein stukje hoeksel. Is het zwaartepunt van het zwaartepunt. Je ziet, het is, het wordt steeds meer schijnbaar. Tot de 9×21. En dan zien we dat deze spanning gelijk is aan 25. Nee, pas op. Een goede check, als je niet aan het berekenen bent of je op de goede weg zit, is om te controleren of de waarde die je hier hebt berekend ook daadwerkelijk de grootste waarde is die je berekend hebt. Want er zou geen grotere waarde van schijfspanning moeten kunnen hebben lopen te zijn ergens anders in deze doorsnede. Want de grootste doorsnede die loopt te leggen bij het zwaartepunt en niet ergens anders. Ja. Is die onderkant niet gelijk? Nee, de onderkant is niet gelijk. Want hij is niet verticaal symmetrisch. Maar wel een mooi bruggetje. Waanzinnig mooi bruggetje. Want we hebben nu spanning 1, 2 en 3 gezien. Nee, ik heb 6. We hebben geen 6, maar die mag je zelf verzinnen ergens anders. Ik voel me eigen hoor. Ja. Vraag aan jullie om de spanning te bepalen van nummertje 4 en nummertje 5. Met andere woorden, de spanning waarbij de hele onderflens afschuift van het lijf. En de spanning waarbij de helft van de flens afschuift. Gaan we er doorheen? Dan kunnen we nog 1,5 delen. Ja, 5 eraf. We beginnen met touw 4, dus is de spanning onder in het lijf. Dus dan, het cirkel staat een beetje gek, het cirkel staat onder spanningsverloop, maar we zitten hier onderin. En dan kunnen we dus voor kiezen om we laten. Onderflens afschuiven, ik zal een ander kleurtje pakken. Of we laten heel de constructie erboven afschuiven. Maar ik kies ervoor om heel de onderflens af te laten schuiven van de rest van de constructie. En als we die berekenen. Zou de 4 ook alleen maar het rechter gedeelte pakken van de onderflens. Zou die keer 2 doen, dat kan ook. Nu 150 keer 2. Ja, dat is dan de vraag waar je dan mee bezig bent. Maar het mag. Keer 14 keer. 900, kan je ook pakken. En dus ons statisch moment wordt 300 bij 14 bij 440. En de rest blijft hetzelfde. Dus, we gaan weer. Maal 10 tot de 9e maal 21. Let op, wij zitten nog onderaan op het lijf. Dus daar schuiven we af over de dikte van het lijf. Dat is ook weer 21 mm. En dan is dat 12 meter. Dan hebben we ook nog spanning 5. Die hebben we ook nog. Ik ga nu wel een beetje af, meneer. Ja? Ja.
Laatst stapje, nog heel even, we zijn er bijna. Touw 5. Touw 5 is de grootste spanning die we vinden in de onderflens. Om die te bepalen laten we 1 halve flens afschuiven van de rest van de constructie. En als we die dan gaan invullen, dan is de dwarskracht nog steeds hetzelfde. Wordt de Q 150 keer 14 keer 430. De traagheidsmoment blijft nog steeds hetzelfde. En de dikte is in dit geval de dikte van de flens. En is dus 14 mm. En er komt uit op de spanning van 9 meter. Dat komt ook overeen met de verwachting die ze hadden. Dat de spanning ondanks lager is dan bovenin. Omdat je wat verder van het zwaartepunt af vindt. En daardoor dus statische momenten wat kleiner zijn. Oké, daarmee zijn we rond. Hebben we alle maatgevingsplannen berekend. En zijn we ook rond. De les van vandaag. Ik zou willen zeggen, dank jullie wel. Tot morgen voor de helft van de groep. En dan is het nog over 2 weken. Veel plezier.